Eind vorig jaar vonden er keukentafelgesprekken plaats tussen boeren uit Overbetuwe en agrarische coaches. Er is namelijk veel ontevredenheid vanuit de boeren richting de gemeente. Nu, een aantal maanden later, is het rapport uitgekomen. En de boeren vinden dat er te weinig visie wordt geboden vanuit de overheid. Ook Corinne Peek, mede-eigenaar van melkveebedrijf Peek & Fokker, heeft deze keukentafelgesprekken gehad. Met de voornamelijke insteek een toekomstperspectief te willen als blijvend bestaand boerenbedrijf. Vanuit die insteek hebben wij ook gesproken van, weet je, wij weten niet of er piekbelasten zijn. Hebben we ook helemaal niet naar gekeken. Vinden we ook helemaal niet interessant om te weten. Want wij hebben de ambitie om door te gaan met ons bedrijf. We hebben een hartstikke mooi bedrijf staan, vinden wij. Ik denk dat we goed aan het verduurzamen zijn. Om ook zo te passen, zeg maar, binnen de maatschappelijke wensen die er zijn. Dus stoppen zit eigenlijk helemaal niet in onze overwegingen. Ondanks de ontevredenheid over de visie vanuit de overheid, wordt de inzet van de gemeente erg gewaardeerd binnen de agrarische sector. Nou, ik denk dat het goed is dat het onderzoek zo breed gedaan is. En dat daar ook wel inzichten zijn richting de gemeente van, joh, die ook ondersteunen waarvoor de boeren de sleutel overhandigd hebben. Hè? Van, ja, praat met ons, niet over ons en niet zonder ons, maar praat met ons. Dan kunnen we best heel ver komen, denken we. Ik denk dat dat er ligt en ik denk dat er een aantal aanbevelingen zijn gedaan om dat gesprek ook te kunnen gaan voeren. Het zijn echter nog steeds aanbevelingen, dus het is nog wel aan de gemeente van, ja, hoe gaan ze daar nu daadwerkelijk invulling aan geven. Een van die aanbevelingen is dat loket buitengebied wordt opgezet. Dit kan een plek zijn waar boeren terecht kunnen met hun vragen. Maar belangrijk is dat deze personen affiniteit met de agrarische sector hebben. Nou, ik hoop dat het niet bij woorden blijft, maar dat de gemeente ook daadkracht gaat tonen en er daadwerkelijk wat mee gaat doen. Op die avond is ook aangegeven dat er een nieuwe omgevingsvisie geschreven staat worden, waarbij ook betrokkenheid mogelijk zou zijn. Dus ik hoop ook dat dat daadwerkelijk zo is en dat dat handen en voeten gaat krijgen. En nou, dat de gemeente dus daadkracht laat zien daarin en niet alleen mooie woorden.